Hey, dit is Tom van de Workout Squad. Vandaag ga ik jullie een kleine verdieping geven in de leg extension. Nou, leg extension, een oefening voor de bovenbenen, de quadriceps. Heel simpel, het is een hele simpele oefening. Je beweegt gewoon je benen omhoog en weer rustig terug. Dat is eigenlijk hoe je de oefening uitvoert. Maar goed, je kan ook een bepaalde nadruk leggen op delen van je bovenbenen. En daarmee bedoel ik meer op de binnenkant van je bovenbeen. Niet echt de binnenkant bovenbeen, maar de binnenkant van de buik van de quadriceps. Nou, dat doe je als volgt. Je pakt de leg extension is een uitermate geschikte oefening om die oefening uit te voeren. Ik doe hem als volgt. Je strekt je benen helemaal uit. Je laat hem ongeveer 30 graden zakken. En je doet hem eigenlijk alleen in de laatste fase omhoog en terug. En denk erom dat je hem rustig terug laat komen. Gewoon op deze manier, gewoon geleidelijk. Op 1, 2, 3. Gewoon alleen die 30 graden. Dus volledige extensie. En vanuit die volledige extensie een klein beetje laten zakken. En weer omhoog. En als je handen op je benen houdt, zal je ook voelen dat die spanning aan de binnenkant begint toe te nemen. Nou, voor mensen die gewoon houden van grote benen, hou ik persoonlijk niet van, maar mocht je daar wel van houden, dit is een uitermate geschikte oefening om net die druppels aan de binnenkant van je bovenbenen te trainen. Nou, wil je meer weten? Stel je vragen onder dit filmpje of like onze Facebookpagina.